Ja, als je kijkt hoe dynamic pricing werkt, dan lijkt het erop als iedereen er bang voor is. Maar het betekent dat je gewoon variabele prijzen hebt die lager en hoger kunnen zijn. Dus ik denk dat we het in het gesprek eerst behoorlijk weer even tot de basis hebben teruggebracht dat prijzen kunnen variëren. Je ziet wel dat het heel ongrijpbaar lijkt te zijn voor mensen. Wat gebeurt er nu en wie gaat daar dan over? Eigenlijk met als consequentie en conclusie dat als je baas blijft van het systeem, dat het misschien wel een heel aardig systeem zou kunnen zijn en ook logisch past bij de ontwikkeling momenteel. Wat je vaak ziet bij evenementen is dat er eigenlijk al een dynamic pricing wordt toegepast in de ticketfases. Dat gaat dan wel over een wat langere periode. Als je hem echt dynamic wil hebben, dan zie je vaak dat je bijvoorbeeld kiest voor een bepaalde dag. Een rustigere dag of een drukkere dag. Dat hoeft elkaar niet te bijten, hoeft een klant ook niet ontevreden te maken. Het kan juist ook de tevredenheid verhogen. Wat ik vind van dynamic pricing, uiteindelijk kun je daar op meerdere manieren naar kijken. Vanuit primaire ticketing is er een dynamic pricing op het moment dat je werkt met ticketeers. Maar dan weet de consument wel vooraf waar die aan toe is. Op het moment dat dynamic pricing binnen primaire ticketing ondoorzichtig wordt of niet transparant is, dan kan het zeker leiden tot een negatieve ervaring. Zeker op het moment dat je in een wachtrij staat, door de wachtrij heen komt en vervolgens is de prijs anders. Dan wordt het toch meer een impulsaankoop. En binnen secondary ticketing, daar is dynamic pricing de standaard, omdat daar gewoon een marktwerking is. En dat is afhankelijk van heel veel externe omgevingsfactoren. Denk aan het weer. Dat is natuurlijk een hele duidelijke externe omgevingsfactor die invloed heeft ook op de beleving. Maar de ene consument wil prima in de regen staan voor een gereduceerd tarief. En de andere consument wil liever helemaal geen regen en verkoopt daarom het ticket tegen het gereduceerd tarief. En ik denk dat dat belangrijk is om dat te behouden. De stelling hebben we besproken, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Dynamic pricing dat kan heel veel betekenen. Hè, dynamiek in de prijzen. Dus eerst moet je kijken van wat is nou echt waar je het over hebt. Er wordt natuurlijk vaak gekeken naar bijvoorbeeld een voorbeeld zoals Oasis. En dan is het dynamic pricing, dat is een reactie op secondary ticketing. En secondary ticketing, die verhoogt de prijzen. En dynamic pricing, een manier waarop dat is ingevoerd, is eigenlijk een reactie op dat een deel van de markt eigenlijk afroomt omdat je te laag prijst. En artiesten denken van nou, laten we proberen dat in de keten te houden, zodat er ook royalties over worden betaald. Klanten moeten zijn bereid om die prijzen te betalen. Dat zie je op de secondary markt. Dus waar het fout gaat is als je niet transparant communiceert. Je moet wel duidelijk vertellen wat er gebeurt. En als een consument onduidelijkheid heeft en wordt geconfronteerd met iets wat hij niet verwacht, ja, dan heb je wel een probleem. De basis, en dan specifiek de markt waar ik vooral in opereer, is dynamic pricing niet een mega ding. Het is ook maar net hoe je kijkt naar dynamic pricing. Hè. Dynamic pricing als in, ik zit in een ticketshop waar heel veel mensen in zitten en door vraag en aanbod gaat de prijs in één keer omhoog. Dat is een vorm van dynamic pricing die ik niet heel veel tegenkom. En wat momenteel gewoon een negatieve smaak heeft. Vooral door dingen zoals Oasis, waar dan je voor €150 erin gaat en voor €350 uiteindelijk afrekent. Maar je hebt ook bijvoorbeeld een early bird en een regular ticket en een late bird ticket. Daar weet je al wat je gaat betalen en ook wat het wordt op een later moment. Dus kun je daarop inspelen. Dan is het de keuze van de consument om te zeggen van ik koop nu een ticket, want dan ben ik goedkoper uit. Dat is ook een vorm van dynamic pricing. Ik wil dus niet zeggen dat het per definitie betekent dat er een duurdere ticket tegenover staat en dat de tevredenheid omlaag gaat. Maar het is heel erg de toepassing van dynamic pricing. Bijvoorbeeld bij een museum of bij een interactive experience zoals een Maze in Amsterdam. Op dinsdagavond om 8 uur komt daar niet heel veel naar binnen. Hè, ten opzichte van bijvoorbeeld vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dan wil je dynamic pricing gebruiken om op die dinsdagavond het prijs iets omlaag te brengen. En dan kan je toch misschien nog wat mensen trekken die dan wel overtuigd worden om te gaan. Dus heel erg afhankelijk van het type evenement, van waar het plaatsvindt. Maar ik wil niet zeggen dat het per definitie dynamic pricing voor ontevredenheid zorgt. Ja, je hebt natuurlijk dynamic pricing al in de praktijk met early birds en eerste fase en tweede fase. En het is toch om mensen incentive te geven om een kaartje vroeg te kopen, zodat je zeker weet dat je evenement kan organiseren. En wij van Stage willen mensen bij elkaar brengen om feest te vieren en vinden dat gewoon een goede methode om dat te bewerkstelligen. Ja, en dat mensen nu voor €400-500 kaartjes voor Oasis kopen, terwijl ze eigenlijk helemaal niet kunnen betalen, vind ik als mens moreel niet helemaal tof. Maar ik ben ook niet iemand die er iets aan kan doen. Mijn vrouw die heeft een keer via dynamic pricing Billie Eilish kaartjes gekocht. En nu is Billie Eilish in ons huishouden ook de maat der dingen. Dus wij kopen een tent voor
twee Billie Eilish kaartjes. Of een leuk salontafeltje voor een half Billie Eilish kaartje. Dus mensen die erin getrapt zijn, die voelen dat ook nog heel lang. Nou, ik denk dat het dynamic pricing een toevoeging kan zijn in de ticketing. Maar niet zoals die onlangs is toegevoegd bij bijvoorbeeld bij de vendorverkoop van Oasis. Want dan sla je volledig de plank mis. Wij doen niet aan dynamic pricing. Dus de enige dynamische prijs die er is, is de prijzen die onze klanten zelf instellen. En dat is first release, second wave, early bird tickets. En als je dat onder dynamic pricing vat, ja, dan klopt dat wat. Maar we gaan niet de prijzen verhogen en verlagen op basis van de aanbod automatisch. Omdat dat werkt gewoon niet in onze markt. Dan koopt iemand vandaag een ticket goedkoper, morgen duurder. Of vandaag duurder en morgen goedkoper. En dan krijgen we daar veel te veel vragen over hoe dat kan, waar dat vandaan komt. En of ze hun geld terug kunnen krijgen. Dus dat werkt gewoon niet in de markt. Ja, dan komen we eerst bij het stukje wat is dynamic pricing. Kijk, dynamic pricing kunnen we opdelen in twee stukken. Als we kijken naar bijvoorbeeld de museumbranche en de theaterbranche, denk ik dat daar een hele grote toegevoegde waarde in kan liggen in de dynamic pricing. Want heb jij tijdsloten die minder gebruikt worden, dan kan je die goedkoper aanbieden, zodat de consument alsnog meer aangetrokken wordt naar het stukje van de minder bezette tijdsloten. Maar als je kijkt naar piekmomenten van concerten die al heel erg bekend zijn, dan is de vraag, is dat nodig? Wordt dat niet oneindig opgedreven tot zulke hoge prijzen dat eigenlijk de frustratie bij de eindconsument alleen maar toeneemt, waardoor er een ontevreden ervaring terechtkomt uit het stukje dynamic pricing? Dus mijn standpunt hierop is, en ons standpunt als Vertex, is dat we eigenlijk op dit moment nog niet kiezen om dit te implementeren. We willen zeker een toekomst inzien binnen bepaalde sectoren, zoals zojuist genoemd theater en de museumbranche. Maar bij de evenementen waar een bepaalde vastigheid in zit en je al kan voorspellen dat het direct uitverkocht wordt, het enkel tot frustratie kan leiden als het niet met bepaalde datasets verkeerd wordt geïnterpreteerd. De integratie van AI binnen de customer service kan op de langere termijn zeker een hoge klanttevredenheid veroorzaken. Op dit moment ben ik van mening dat er nog te weinig ontwikkeling is binnen deze markt en dat er te veel in de kinderschoenen staat. Waardoor, ja, we zullen het allemaal ervaren hebben dat we met de chatbot aan het praten zijn, we daar een paar minuten mee bezig zijn en we komen uiteindelijk niet bij een persoon terecht. Juist het stukje persoonlijke interactie is nog wat in deze branche nodig is om tot het beste resultaat te komen. Dus de integratie van AI binnen customer support kan zeker op de langere termijn een hele mooie uitkomst bieden. Met name ook voor mensen met een beperking. Die kunnen ondersteuning krijgen door middel van bepaalde features. En op die manier denk ik dat het op de langere termijn zeker een oplossing is, maar voor de kortere termijn nog goed ontwikkeld mag worden. En we kunnen nog een splitsing maken in de voorkant en de achterkant. Dus aan de achterkant kan voor degene die bijvoorbeeld een telefoon opneemt, kan veel sneller een antwoord naar voren komen die gegeven moet worden richting degene met wie de telefoongesprek plaatsvindt. Maar op het stukje waar de consument echt direct praat met de persoon of de chatbot, zou ik op dit moment nog de voorkeur geven om dat via ons te laten verlopen via een daadwerkelijk persoon in plaats van een chatbot. Uiteindelijk vanuit Ticketswap gebruiken we veel AI of maken we daar al veel gebruik van. Het is een onderdeel van een recommendation engine waarbij we onze gebruikers aanbevelingen kunnen doen op basis van hun gedrag. Dus op basis van het type tickets die ze kopen of het type evenement wat ze bezoeken of het type artiest wat ze bezoeken of specifieke artiesten. Dat heeft al te maken met een bepaalde consumentenbeleving. Uiteindelijk is het ook zo dat we met AI op vele gebieden fraude tegen kunnen gaan. Dus wel vanuit een primair opzicht kun je kijken naar paymentfraude en dan kun je daar herkennen wat het gedrag is van een bot. En dus kun je dat al een heel groot gedeelte uitfilteren. Vanuit ons wordt er ook heel veel gebruik gemaakt van de AI om te kijken. Er is een gedeelte bij ons op het platform wat non-partnered is en we hebben partnered. Op het moment dat het partnered is, kunnen we met integraties zien welke tickets er worden aangeboden. Kunnen we die valideren en geven nieuwe tickets uit. Op het moment dat er niet is, gebruiken we veel AI om die tickets te herkennen. En ook daarin kun je dat gebruiken om fraude tegen te gaan. En dat heeft impact op de klantenservice uiteraard. En dan de beleving vanuit de klantenservice zelf. Dat is een verschil tussen verschillende ticketingpartijen uiteraard. Je hebt white labels, je hebt B2C.
TicketSwap heeft een B2C-relatie, dus we hebben gebruikers op ons platform die we ook met ons platform willen binden. En dus vinden we de persoonlijke service heel belangrijk. Dus dat zullen we altijd behouden. Maar je kunt dat wel versterken door gebruik te maken van AI. Om op die manier in ieder geval te zorgen dat we sneller en veel gerichter antwoord kunnen geven op bepaalde vragen. Ik denk dat AI alles gaat beïnvloeden waar we dagelijks mee te maken hebben. Hè? En vooral ook in dienstverleningen die we, of tenminste wanneer we interacteren met dienstverleningen zoals een ticketingpartij. Denk bijvoorbeeld aan aanbevelingen. Hè? Ik kom al 10 jaar naar een specifiek evenement. En zij weten van mij dat ik altijd een early bird ticket koop. Nou, dan kan AI tegen de promotor zeggen, luister, Yannick is gewoon een mega fan. Stuur hem alvast een WhatsAppje, want dat is zijn favoriete verkoopkanaal. Dus ja, ik denk zeker dat AI wel heel wat teweeg gaat brengen in deze markt. Maar wat wel gezegd moet worden, en wat wij bij Sam.com ook heel erg willen omarmen, is het feit dat de techniek, dus AI in dit geval, ondersteunend moet zijn aan de analoge ervaring, het evenement. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus de AI is daar om een promotor of om een venue of om een whatever te ondersteunen in de ervaring van de consument uiteindelijk op te krikken. Het moet daar niet aan voorbij gaan. Op dit moment is AI staat voor wat betreft customer support nog een beetje in de kinderschoenen, want tot nu toe ben ik altijd heel slecht geholpen door robots. En ik heb een paar keer al een computer uit het raam gegooid terwijl ik aan het chatten was met een robot. Die robots die worden best wel snel slimmer. Dus we gaan straks wel een tijd krijgen dat bots customer support beter kunnen afhandelen. Dat geloof ik echt. Maar op een gegeven moment zal AI zo'n vlucht nemen dat allerlei geautomatiseerde berichten om jou te bereiken, om jou te enthousiasmeren voor een evenement of om je te helpen aan je ticket te reminden. Het wordt zo'n informatie overload voor mensen dat op een gegeven moment mensen ook door de bomen het bos niet meer zien. Als ik een wc-borstel bestel, dan krijg ik tegenwoordig 8 mails. Hé, hey, we zijn er bijna. We zijn er echt bijna, maar iets later dan dat we hadden gedacht. Je hebt besteld. Wil je nog even een duimpje geven voor het bezorgtraject? Ik bedoel, het wordt op een gegeven moment, AI zorgt ook voor overinformatie op een gegeven moment. AI gaat heel snel. Daar verbaas ik me ook over. Hè. Het gaat steeds sneller. En als ik zie hoe snel dat ook geadopteerd wordt, is het onvermijdelijk dat dat invloed gaat hebben op een hele hoop dingen. AI kan een hele mooie ondersteuning zijn. In het begin live agents die heel snel bepaalde vragen kunnen beantwoorden, of bij het inzetten van chatbots. En ja, wij kunnen eigenlijk ons nog helemaal niet voorstellen hoe ver dat kan gaan. Maar dat AI een belangrijke rol gaat spelen in een efficiëntieslag, daar ben ik van overtuigd. En aan ons de eer om dit te omarmen en te kijken hoe we daar de service beter mee kunnen krijgen en de klanten dus beter kunnen helpen. Het is heel leuk hoe we verrast lijken te worden door AI en dat ons met alles gaat helpen of juist met niks handig is. Ik denk dat de ticketingbedrijven momenteel aan het kijken zijn hoe je op een hele goede manier klantvriendelijk kan blijven. Juist met toepassing van AI, waarbij we eigenlijk juist efficiënter kunnen werken en toch de klant beter kunnen helpen. Nou, dat is best wel spannend. Mensen zijn behoorlijk aan het zoeken. De ticketingbedrijven voor mijn gevoel ook. Maar ik denk dat het ook goed is, want je moet steeds blijven innoveren. En AI is dus niet iets wat nu anders is en alles maakt. Nee, het is blijven innoveren en daar zit een onderdeel bij. Nou, AI gaat wellicht voor een aantal partijen zeker een verschuiving creëren in de customer service. Maar als ik het op de Nationale Theaterkassa betrek, dan is het zeker een verschuiving voor velen. Want wij blijven gewoon lekker telefonisch bereikbaar 80 uur per week voor onze consument. Omdat wij die niche van theater eigenlijk heel erg bedienen. En dat is juist die niche waar de consument heel erg blij en gelukkig wordt van nog wel persoonlijk te woord worden gestaan. Dus die AI toevoegen aan de achterzijde heel erg goed voor onze servicemedewerkers. Maar aan de voorkant blijven wij lekker de klant te woord staan. Wij bij TIX werken niet met een robot. Dus als je belt, krijg je een persoon aan de telefoon. Dat is wel zo prettig, omdat je ook veel met emotie te maken hebt. Op het laatste moment kan je niet de ticket vinden, per ongeluk je e-mailbox geleegd. 1000 redenen waarom het even niet werkt op jouw mobiel, of je pdf er niet is, en dan wil je snel geholpen worden. En als je in een robot terechtkomt, dan dat werkt gewoon niet. Dus dat is niet meer te doen op dat moment. Dus wij hebben ook wel echt een supportdesk die je 's nachts ook om 4 uur kan bellen en dan krijg je gewoon iemand aan de telefoon. AI is ontzettend behulpzaam. We kunnen daardoor steeds meer uit handen geven en automatiseren, waardoor het dus minder
persoonlijk contact hoeft te zijn. Tegelijkertijd is het vaak ook zo dat persoonlijk contact juist heel erg gewaardeerd wordt. Op dit moment houden wij in ieder geval nog zeker vast aan het persoonlijke contact. En zal AI, denk ik, in de komende tijd wel steeds meer een rol gaan spelen. Ja, ik ben van mening dat het belang van data op met betrekking tot ticketing veel groter gaat worden. Sterker nog, het gaat voor ons niet zozeer om tickets of data. Het gaat ons erom hoe een ticket meer data kan genereren en daardoor waardevolle inzichten voor een promotor kan genereren. Dus wat wij bieden aan promotors is dat zij kunnen communiceren via ons platform met push notificaties. Waardoor ze één kunnen informeren, ze kunnen communiceren en ze kunnen activeren. Met andere woorden, je kan mensen informatie geven over uitstel van een show of verkeersomstandigheden in de buurt van een locatie. Maar je kan ook een vraag stellen en antwoord krijgen. En last but not least kunnen ze verdienmodellen inzetten door activaties via push notificaties te versturen. Ja, in communicatie naar bezoekers toe valt nog een hele wereld te winnen, denk ik, voor ticketers, maar eigenlijk veel meer voor de organisatoren. En daarbij gaat het er heel erg om, wat doe je met data? Wanneer wil je die data gebruiken? Naar wie wil je communiceren en op welk moment? Dus dat wordt daarmee heel erg belangrijk. En ook welke tool, welk middel je ervoor inzet om te communiceren met je bezoekers. Daarbij is het inzetten van push notificaties via ons platform een hele directe. Om je een voorbeeld te geven, afgelopen vrijdag was er een show in Paradiso. Die werd gecanceld om 4 uur, geloof ik. Het zou beginnen om 7 uur. Iedereen krijgt een mail die daarbij aanwezig moet zijn. Het resultaat is dat 3/4 van de mensen gewoon voor de deur staat, omdat die hun mail niet hebben gelezen. Stel, als Paradiso in staat was geweest om via een app een push notificatie te sturen en alle kaartkopers, dus eigenlijk, het ticket wordt je communicatiemiddel. Door een ticket in Ticketkeeper te hebben, wordt dat je communicatiemiddel. En ben je dus in staat als organisator, als venue, om right away te reageren op dingen die gebeuren. Dus je kan heel erg goed aan instant messaging gaan doen. Er is nu iets gebeurd en daar wil ik wat over zeggen. Of je gebruikt die push notificatie nog steeds om merchandise aan te kondigen, volgende shows aan te kondigen, of om te vragen wat ze van de line-up vonden. Maar en ook als je kijkt naar Gen Z en de alpha-generatie, dus de TikTok-generatie, die zijn behoorlijk demanding als het gaat om persoonlijke communicatie en service en aandacht daarop. En ik denk dat dat ook diametraal staat op wat in de stelling staat, dat die generatie lui aan het worden is. Ze zijn niet lui, ze worden juist heel erg demanding. En ik denk dat je daar heel erg als ticketer en als organisator ook moet inspelen.